Stefan, we gaan met jou praten over je prachtige foto's. Okay. En over de cursus die je gaat doen. Want ja, een foto maken met een mobieltje, dat kan iedereen tegenwoordig zo'n beetje. En zelfs daar zijn cursussen nog. Maar dat ga ik niet doen. Dus tenminste, dat is nog niet de eerste opzet. Nee. Ik heb in het verleden heel veel gedaan voor vakbroeders, laat maar zo zeggen. Ja. Zowel in het buitenland als in Nederland. En we hadden afgelopen weekend een congres. En dan hoor ik de ene naar de andere. En ik had dit al eigenlijk een half jaar al in de koelkast staan. Ja, dat ik denk, moet ik een soort beurs gaan doen? Of moet ik dan... Ik zat daar een beetje mee in gedachten. Maar ik denk, ik ga dat in een stroomversnelling zetten. Ik denk, ik zet het gewoon zoals gisteren. Ik ga dat doen. En het is helemaal geëxplodeerd. Ja, echt. Dus, want je had het op Facebook gezet. En dat je een cursus gaat geven dus. Ja, ja. Maar wordt dat een cursus voor mensen die gewoon een foto op Instagram pleuren met een filtertje erover? En dat die zou, dan eindelijk kunnen. Iets moois kunnen maken? Ik moet natuurlijk nog een beetje een schifting maken. En die schifting die krijg je wel als je zegt, ik ga een basiscursus doen. Of ik ga iets over huwelijk vertellen. Of ik ga iets portretten, met of niet. Flitslicht. Dus ik ga niet natuurfotografie doen. Er zijn ook heel veel die dat doen. Dat is niet mijn passie. Het is denken allemaal wel meeste met mensen. En dat kan ook variëren van een kind fotograferen. Ja. Het is heel vaak is het fotograferen maar bijzaken. Dat klinkt heel raar. Dus 20% fotograferen. De rest is regisseren. Ja. Hoe doe je dat? Wat zie je? Wat laat je weg? De kunst van weglaten zeggen wij eens wel. Wat laat je zien en wat laat je niet zien? Dus het gaat eigenlijk veel meer over het moment dat je vastlegt en regisseert dan over het schieten van de foto zelf. Want ik denk dat het de techniek, dat is voor relatief heel veel mensen wel bij te leren. Ja. Maar het kijken en het iets wat creatief is ook heel moeilijk om te vangen. Wel om te zeggen van waarom? Mensen vragen, waarom heb je deze foto geschoren? Dan zeg ik, dat is gevoel. En wat is dat gevoel dan? Ja, maar hoe ga je dat uitleggen dan? Dat gaan we proberen wel. Heb jij wel eens dat jij gewoon door Instagram zit te scrollen of op Facebook en dat de foto's voorbij komen dat je echt denkt, oh. Jongens, wat lelijk. Je merkt nou dat er een, ondanks ik ben niet heel oudschool, dat ik er wel een oldschool fotograaf ben die nog de filmperiode mee heeft gemaakt, dus film ontwikkelen. Met een zwarte kamer. En een donkere kamer en dat je daarna naar de digitale, dus wij hebben beide meegemaakt. Alleen, dat is nou een hele generatie die heeft nog nooit met film gewerkt. Ja. Als ik dan soms zie van wat zij posten als zijn de basis van een zwart-wit foto, die eigenlijk veel te grijs is. Maar als dat steeds meer gebeurt, wordt dat de norm. Dus het is misschien ook nog wel aan ons om te laten zien van dit was het eigenlijk. En andersom, heb jij ook dingen geleerd juist van wel van zeker. Ik vind het is eigenlijk vroeger vond je dat geweldig wel in de fixeren en dat soort dingen. Maar als je nou ziet wat het digitale je ook nog weer brengt. Je bent niet alleen maar fotograaf, maar je bent een soort beeldmaker geworden. Ja, Je moet eerlijk zeggen, je bent fotograaf geworden omdat je het zo interessant vond met zo'n fototoestel in je hand. Ja. Maar ik vind het eigenlijk net zo interessant om het beeld nou te verwerken te maken bijna. Via computer. Ja. Het is eigenlijk een digitale doka wat je nou hebt. Nou, laten we praten over foto's, is leuk, maar kijken nog meer. Deze plaat heb jij onlangs geschoten toen de Rolling Stones in Nederland waren. Ja, je stond vooraan. Hoe regel je dat dan? Vooraan is altijd leuk. Van mensen willen eigenlijk, dat is misschien ook wel leuk misschien bij zo'n workshop te vertellen. Je mag gemiddeld tussen de 2 en 3 nummers fotograferen. Okay. Een concert nou in Amsterdam in de Ziggo plaatsvindt of dit zo in de Gelderdoom. En dan staat er bij 28 meter afstand. Ik kreeg toevallig vandaag een uitnodiging van Queen. Dat staat vanuit de fotopit, dus dan mag ik stijgen. Maandag 2, 3 meter. Die meters staan al beschreven. Ja, en er staat ook gewoon echt security bij, er staat lijnen bij. Dus dan krijg je het advies van Mojo bijvoorbeeld, die zo'n concert over long distance. Nou, no flash is al standaard. Dus want anders zijn ze flitsen mag niet. Dus hier dan beïnvloed je lichtshow van hun. Nou ja, bla bla bla. Er zijn heel veel eisen aan. Ja. En heel veel vrouwelijke artiesten, die willen helemaal niet. Dus dan moet je bij vooral niet helemaal achterin, wel, waar de geluidsman en de lichtman zit. Ja. Dus dat is hele platte fotografie. Ja. Dus daar ga ik al helemaal niet meer naartoe. Maar ik had bijvoorbeeld de Stones had ik niet. Heb ik 2 keer gemist. Een keer op Pinkpop en een keer door toen voor mij van blikseminslag in het podium van de Stones. Ja, dat stond wel op mijn lijstje als zijn heel bijzonder. En ik denk van, ik moet Keith en Mick moet ik hebben. Ja, alleen ik zag op mijn camera, ik had 140 foto's van Mick al gemaakt. Ik had Keith nog helemaal niet gehad. En binnen die 2 nummers. Uiteindelijk maak je toch tussen de 400 en 500 foto's. Ja, en als je dan zo'n plaat maakt. Ja, dat is een prachtig mooie foto. Keith, En ik had er gelukkig veel meer. Het was niet alleen deze, maar dan ga je wel met een smal ook met die hand zo en die kop en de alien uitlacht. Ja, heerlijk.
toegestuurd? Of? Nou, toegestuurd. Ja. Ik heb niet persoonlijk een mail van die jongens, maar ik stuur altijd alles naar Mojo. Mojo is de concertorganisator. Ik vind dat ook een goede wisselwerking. Ja, want dan hebben zij er ook weer wat aan. Nou, juist. Van vorige week moest ik Nick en Simon vorig jaar en kreeg gisteren een mail van Nick en Simon keuren alle foto's goed. Oh ja, mooi. Maar had me niet uitgemaakt als het niet zo was geweest, maar ik doe toch mijn eigen ding. Maar, we gaan nog wel een paar andere foto's van jou kijken, want je maakt niet alleen foto's van grote artiesten. Ja. Ook dit soort platen. Wat is nou bijzonder aan deze mooie foto? Nou, het leuke is denk ik van dat je, standaard wat ik bij bijna als mensen bij me kom, vooral met kinderen, ga ik kijken door middel van high five of een boxje wel zo. Pas zo'n kind door, gaat die achter mama staan of is die heel open, is die makkelijk? Nou, dat probeer je dan te vangen in een foto. Ja, dit is een soort Annie van vroeger. Ja, hè? Dus, prachtig. Mooi, bos krullen. Heel verlegen. Mooie foto. Ja. Deze is ook mooi, zeg. Ja, dus toevallig van een vriend van mij, net een paar dagen na de geboorte van zijn eerste kind. Inmiddels heeft hij twee kinderen. Mm. Maar dit is zo'n prachtige. Voor mij zit het klemmetje van de navelstreng. Zit er nog aan. Dat is gewoon fantastisch. Gewoon. En zo'n stoere man met zoiets verterings, dat doet altijd goed. Mooi contrast. Maar dat is, wat dan mij typeert, is dan dat de vader. De kop eraf. Ja, precies. Dan gaat het toch om het kind. Ja. Ah, dit zijn ook wel binkies. Ja, en dit kun je niet regisseren, dat zo'n kind dat allemaal zo doet. En toch klopt het helemaal wel qua kleurstelling en qua... Maak je dan grapjes? Neem je een doos met snoepjes mee? Wat doe je? Kan van alles wezen. Wel. Ja. Kan van alles wezen. Ik ben alleen niet de fotograaf die tegen mensen zegt, u moet lachen. Maar door een domme opmerking of iets geks doen, lachen de mensen wel. En ik denk dat mensen... mijn eerste stagebaas heeft wel eens gezegd, van, je moet, voordat je begint moet je soms een keer naar links of rechts kijken hoe mensen dan staan. Wel, voordat ze naar jou... plek moeten. Ja. En dat is heel vaak hun eigen pose. Als je dan zegt van, dan winnen ze het eigenlijk niet meer. En als ze dan met zijn hand in de broek staan, ga er vast staan of dat zal zo staan. Ga precies zoals lopen, niks meer veranderen. En dat is 9 van de 10 keer is dat vrij goed. Ja. Nou, mooi. Allemaal te leren in de cursus. Ik hoop het. En dan hoop je dan ook nog dat iemand in die cursus jou een keer op de foto zet? Want ja, dat mag. Ik denk dat het ook heel leuk is om de cursist en een bekende van zichzelf meer te laten nemen en die te gaan fotograferen. Want dan kom je er pas achter van hoe moeilijk het is. Het is, kinderen zitten niet stil. Dieren die gaan uit, die doen echt niet wat je wil. En dan moet je een plan A, B of C hebben. Ja. Ja. Ja, nou hartstikke mooi. Dank dat je erover wilde vertellen.